Vandaag zijn we op Seingraaf, een bedrijventerrein in de gemeente Duiven onder de rook van Arnhem, pal onder de A12. Een aantal jaar geleden nog een groene vlakte, maar inmiddels is dit gebied beter vindbaar. iCity trekt samen op met de gemeente Duiven bij de realisatie van dit hoogwaardige bedrijventerrein. Dit betekent dat iCity de aanleg, doorontwikkeling en exploitatie van een glasvezel backbone, laadinfrastructuur en openbare verlichting regisseert. De backbone op Seingraaf is een gebiedseigen glasvezelnetwerk die via een centrale hub naar wens zelf kan worden gebruikt door partijen die internetdiensten willen leveren op Seingraaf. Een zogenaamd white label netwerk. Het idee achter dit white label netwerk is dat niet iedere keer de buitenruimte op de schop gaat door aanleg van een veelvoud aan netwerken. We kunnen daardoor sneller schakelen als er vraag is naar nieuwe internetaansluitingen. Ook de lichtmasten hebben we aangesloten op het glasvezelnetwerk. Hierdoor is het mogelijk verschillende diensten in de publieke ruimte toe te voegen. Hierbij moet je denken aan gebiedsbeveiliging of bijvoorbeeld de monitoring van luchtkwaliteit of trillingen van bijvoorbeeld geluid. Zelfs het laden van elektrische auto's is op deze manier geregeld. De mogelijkheden zijn eigenlijk eindeloos. Er wordt hier de komende jaren nog flink gewerkt op Seingraaf en met onze slimme infrastructuur is Duiven klaar voor de toekomst. Volg ons op social media.